Voor een aantal patiënten die de home trainer thuis hebben, kunnen zij uiteraard refereren aan de trainingen die ze bij mij al hebben. Een aantal aspecten zijn en blijven natuurlijk van belang. Dat het tempo niet te hoog is. In zijn algemeenheid kun je stellen dat iemand heel licht zweet. Dat je eigenlijk al een belastingniveau hebt bereikt die eigenlijk gewoon goed is. Het aantal toeren wat je draait zal per persoon natuurlijk wel verschillend zijn. De meeste patiënten zullen er rond 60 toeren omwentelingen per minuut zitten. Daar zit het nu op dit moment een beetje aan. Uiteraard zou het ook minder kunnen zijn, bijvoorbeeld 50 of 40. Alles bepalend is uiteraard ook de zwaarte van de oefening die je doet, van het fietsen. Dat is ook weer per persoon verschillend. De meeste patiënten weten dat welke hartslag zij daar ongeveer bij zouden moeten hebben. Dat ligt in de orde van grootte tussen de 90 en de 100 slagen per minuut. Afhankelijk van de aandoening uiteraard en de belastbaarheid van de patiënt. 10 minuten is uiteraard een mooie start om uit te voeren. We kunnen denken aan stukjes fietsen van 5 minuten. Dus dat ik na 5 minuten een pauze ga nemen van 2 tot 3 minuten en vervolgens weer doorga. De patiënten zullen over het algemeen weten vanuit de training of zij op die manier gaan trainen met een interval. Dat wil zeggen stukjes van een aantal minuten en weer door. Of dat zij proberen 10 minuten achter elkaar te fietsen of zelfs 15 minuten achter elkaar te fietsen met een gemiddelde belastbaarheid. De ademhaling en de houding is uiteraard weer van belang. In elkaar gezakte houding zorgt ervoor dat de ventilatie beperkt is. Goed rechtop zitten. Zorgen dat hart en longen voldoende ruimte hebben en dat er goed geventileerd kan worden. Rustig inademen door de neus en open de mond. Dus niet proberen de mond stijf dicht te houden en alles door de neus te ventileren, wat bij rust meestal wel het geval kan zijn. Bij een inspanning is er meer ventilatie nodig, dus een hogere hartslag. En die verhoging van de ventilatie kan maar alleen maar plaatsvinden als er ook voldoende lucht binnen kan komen. Dus de neus en mond wordt daar dan bij